オランダ北部の都市フローニンゲン。この都市にはヨーロッパ最大のガス田があります。De Japanse zender was onlangs op bezoek in onze provincie en sprak met een aantal gedupeerden, onder wie Ger Waring uit Loppersum. And then the quake came and she was afraid that the copper was going down because it was like this. De Japanse collega's lieten zich uitgebreid informeren, bijvoorbeeld over de omvang van de bevingen. And what we show here is the earthquakes that have occurred over the last 5 years. De NAM benadrukt in de reportage dat niet de aardgaswinning, maar de veiligheid van de inwoners voorop staat. But of course the safety of the people living in this region is the most important. Voor de Japans sprekende Groningers onder ons, de volledige reportage is te zien op onze site rtvnoord.nl.